Omdat jullie ons op allerlei mogelijke manieren geholpen hebben, willen wij graag iets teruggeven. Daarom nemen wij jullie een dagje mee op de missie. Nu zijn er niet alleen kinderen hier op school, maar zijn ook kinderen die hier permanent wonen. Wij mogen een kijkje nemen in hun huis. We mogen vandaag ook een kijkje nemen in de klas. We zijn net begonnen met werken. Net zoals in Nederland hebben we hier pauze. Laten we een kijkje gaan nemen wat voor spelletjes ze hier in de pauze gaan doen. Twee keer en de kinderen die hier wonen drie keer per dag met z'n allen. Dat betekent dat er in de ochtend en tussen de middag voor maar liefst 200 man gekookt wordt. Wij mogen een kijkje in de keuken nemen en daarna gaan we een kijkje nemen in de eetzaal. Fysiotherapeut. Wij nemen jullie even mee naar zijn kamer. We hebben hier niet zoals in Nederland een echte gymzaal of een mooie sporthal. Hier sporten we gewoon buiten. Het is hier namelijk eigenlijk altijd lekker weer. Ze zijn hier net bezig om een beetje warm te worden. Eerlijk gezegd, 35 graden en warm worden. Ze zijn er hier gelukkig aan gewend, maar ze zijn lekker bezig. Omdat we hier niet zoals in Nederland een echte sporthal hebben, hebben wij een sportveld. Nou ja, sportveld. Moeten jullie zien wat hier over het veld heen loopt. Wij willen jullie onwijs bedanken voor wat jullie voor ons gedaan hebben tot nu toe. Wat we met het geld gaan doen, daar horen jullie later nog meer van. Maar voor nu zeggen we dankjewel. In het Swazi, siyabonga. Yeah!